Mijn gast bedenkt aan de lopende band grappen. Zoveel dat ze niet weet waar ze ze kwijt moet. Ze bedacht een romcom, Meskina. Ze heeft een eigen Netflix special. Ze toert langs de theaters met de voorstelling Comeback Kid. En ze staat regelmatig op het podium van Comedy Club Toemler. En dan heeft ze nog grappen over. Misschien kan ze er hier ook nog een paar kwijt. We zullen het horen. Laat je horen voor Sunlus El Amari. Hallo. Oh. Wat leuk dat je er bent. Je behoort tot een illustre klein clubje van mensen die voor de tweede keer terugkomen. Ja. Wat gezellig. Dat vind ik heel gezellig. Ja, vorig jaar was je er ook. Ja, ik ben blij dat ik hier ben, want ik zit een beetje in mijn babybubbel. In je babybubbel? Ja. Want de vorige keer dat je hier was, was je... Ik was stiekem zwanger. Oeh. Mensen wisten toen nog niet. Nee. Ja, en nu ben ik gewoon dik. Dus inmiddels is de baby is er. De baby is er. Hij is nu een paar maandjes oud. Wat leuk. En hij is heel schattig. Dus, oh, ik zal er niet te veel naar vragen, want je bent een vrouw met een leuke carrière. En vind ik het is altijd zo cliché om dan naar baby's te gaan vragen. Nee. Nee, ik wil dat je graag over mijn baby praat. Nee. Want het gaat goed met mijn carrière. Ja, ga naar mijn tour alsjeblieft. April, mei, juni, bla, bla, bla. Maar mijn baby, hij is zo schattig. Alleen kijk, het ding is, ik kreeg hem een maand voordat ik 41 werd. En ik ben er nu dus achter gekomen dat ik hier veel te oud voor ben. Oh. Ik ben zo moe. Ja. Deze staart gaat steeds strakker gewoon. Ik ben echt kapot. Oh, maar oké, nou dan gaan we het over de baby hebben. Krijg je wel eens, wat zijn domme vragen over moederschap? Even wat soort dingen moet ik niet vragen? Nou, iemand vroeg mij laatst, het is gewoon serieus. Iemand vroeg mij, maakt de baby wel eens 's nachts wakker? Ja, maar met huilen. Maakt hij je met huilen wakker? Ik zo, nee, hij tikt me aan en dan zegt hij, ma, sorry. Kan je even een flash voor maken? Ik weet dat je in je remslaap zit, maar... Ja, tuurlijk, huilt hij s'nachts. Ja. Hard ook. Ja, egoïstische klootzakkenbaby's. Ja, en daar hebben ze het nooit over in Den Haag. Nee, ik hoop niet dat je baby kijkt. Nee, hij kijkt niet. Nee. Ik ga het nu gewoon naar vragen. Was het een goede bevalling? Het was... Ja. Ja, ik zou het normaal niet doen, hè? Maar... Nee, maar het doet dus heel erg veel pijn. En dat was ik vergeten. Ik ben alles vergeten, want mijn dochter... We hebben een dochter van 8 jaar. En ik wilde eigenlijk geen tweede kind, want zij was te vroeg geboren. Echt om 2 uur 's nachts. Ja. En ik wil uitslapen, snap je? Ja. Maar ze was te vroeg geboren en ik wilde nooit de tweede en toch gedaan. En toen was ik in het ziekenhuis en ik was dus aan het baren. Mm-hmm. Want die baby's komen dus uit jou, hè? Ja. Nee, maar dat vergeten mensen. Ik dacht heel even van, je kan ze downloaden, weet je. Zo'n USB-stick in je anus en dan komt die uit een 3D-printer, weet ik veel. Ja. Maar ik was het dus vergeten, dus ik was zo aan het baren. Maar ik ben slim, ik had pijnbestrijding gevraagd. Mm-hmm. En je hebt het broertje van morfine, heet remifentanil. Ja. En dat krijg je dan. En ze proberen je eerst, gaan die artsen tegen je zeggen, nee, je bent een vrouw en je moet het voelen, je moet pijn voelen. Ik zei, luister vriend, weet je, ik ben een Marokkaanse vrouw in deze industrie, ik heb genoeg pijn. Geef me morfine! Ik wil morfine! Maar op een gegeven moment... Ja. Sorry, ik hou hem kort. Ja. Maar op een gegeven moment gaat dat pompje uit. Want de gynaecoloog had mijn vliezen gebroken. Ik heb een nieuwe gekregen, maakt niet uit. Ja. En dan gaan de persweeën komen dan heel snel. Ja. En dan gaat het pompje uit. En toen, ik werd een beetje arrogant, dat was het, van die morfine. Dus ik dacht van, oh, ik ben een vrouw, ik sta in mijn kracht. En dat ding ging uit. En opeens was ik een kleine bitch. En ging ik huilen en ging zo schreeuwen, ik kan dit niet aan. Ik leek op een man met griep. Het was echt schandalig. Maar oké, nu ga ik het echt nooit meer doen. Nu is het klaar. Nu ga je nooit meer baren. Nee. De bevalling was dus een beetje pittig. Hoe was de zwangerschap? De zwangerschap was lekker. Ja? Het was een hele fijne zwangerschap. Ja, veel gegeten zoals je kan zien. Kijk, dit kan je niet meer wegcontouren. Maar maakt niet uit. Ik heb talent. Ik kan gewoon dik zijn. Maar dit zal wel niet hebben. Dit is een fijne periode. Dit is een hele fijne... Ja, wat ik wel jammer vond, dat wil ik toch even met je bespreken. Ja. Ik heb tijdens mijn zwangerschap heb ik een paar mannen gehad die ruzie met mij proberen te maken. Oh. En dat doet altijd toch wel ergens pijn of zo. Ik had, in het ziekenhuis? Nee. In het ziekenhuis. Nee, ik zou een rol krijgen in een film. Ja. En toen kwamen ze achter dat ik zwanger was, want ik had dat verteld. En toen heb ik voor het eerst zwangerschapsdiscriminatie meegemaakt. Oh. Maar ik heb ook een aantal collega's van me gehad, dus uit het vak, die soort van aandacht van mij gingen vragen door mij kritiek te geven op dingen die ik doe. Dus programma's die ik doe. En een van die mensen was gewoon Joep van het Hek. Oh. En die zei gewoon in een interview dat hij nog nooit om mij heeft gelachen en dat hij me dan niet grappig vindt. Terwijl hij heeft me nog nooit zien optreden. Gewoon nooit. Oh. Wat?
En waar komt dat dan vandaan, denk je? Onzekerheid. Bij hem? Ja. Bij hem? Ja, ja, natuurlijk. Hij is, ja. Nee, maar hij is op zijn retour. Ja. En ja, nee, maar dat is wel waar, weet je. Kijk, dit soort cabaretiers, vroeger waren ze vernieuwend. Mm. En nu ben ik diegene die vernieuwend is. Alleen ik lijk niet op je, dus denk je automatisch dat ik je vijand ben. Dat ten eerste. En ten tweede, onzekere mannen, wat doen ze? Dan gaan ze de kracht van een vrouw proberen ze af te pakken door te zeggen bijvoorbeeld, jij bent niet grappig. Nou, dan kan ik je vertellen dat niet grappig zijn een top verdienmodel is. Ja. Echt een verdomd goed vrienden. Echt waar. Hoe verdedig je je daar dan tegen? Wat gebeurt er dan mentaal met je? Wat ga je doen? Nou, wel veel. Kijk, toen ik het eerst hoorde wat Joep had gezegd, ja, ik schrok. Want ik wist niet dat hij nog leefde. Nee, maar echt. In het theater zag ik dan wel eens zo'n foto's staan. Dacht ik, het is een in memoriam. Dus ik was opgelucht van, oh, die gast leeft nog. Ja. Weet je? Oké, ja. Maar wat heb ik gedaan? Ik verwerk dingen altijd door er kunst van te maken. Ja. En kijk, rappers, als ze beef hebben met elkaar, dan maken ze diss tracks. Ja. Ik heb een love track gemaakt, want ik hou van Joep. Voor Joep van het Hek? Voor Joep van het Hek. Ik kreeg inderdaad vanmiddag, er zit een knopje in mijn sampler, die hoort bij Soendos. Ja. Dan weet ik, dat hoort daarbij. Dat hoort daarbij. Ga jij een diss love track doen? Een love track. A love track? A love track. Voor Joep van het Hek? Zeker. Ik druk dit knopje in dan, ja? Oké, let's go. Deze is niet voor Flappy, deze is voor mijn grappie. Joepie Hek, ouwe gek. Deze is voor jou, ik ben een kopje groter. Jij bent idioter, maar jij kan me dan weer hebben qua pensioens opbouw. Hang al jaren aan je lippen als een sigaret. Ben al fan van jou sinds jouw IKEA stapelbed. Je bent zo onmin vet, je was je van het. Als de ongekroonde koning van het cabaret. Maar toen schreef jij in de krant, dat vond ik best amusant. Dat ik geen humor had, dat vond ik wel bij de hand. Ik wist even toen niet meer wat ik doen moest. Maar jij valt dead neer als ik in je gezicht hoest. Nog nooit een show van mij gezien, maar je zei zij is niet grappig. Nog nooit gepraat met mij, waarom? Want ik ben best gezelschappig. En laat me zeggen, Joep, het is niet zo complex. Voor iemand zonder humor heb ik echt gekke stacks. Jouw tijd komt echt nooit meer terug. Ik steek die flap in zijn rug. Als een chirurg die niet goed opereert. Dus ja, laat mij het maar doen. Ga jij maar gauw met pensioen. Je carrière is al lang gecremeerd. Ha! Nee, geintje, joepie. Doe lekker je ding, ouwe. Zolang het nog kan. I love you, man. Maar serieus, ga eerst even koffie voor me halen. Bitch, ik moet gapen van je. Liefde voor Soendos. Ik zie jullie bij mijn show. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Heel goed. Dank je wel. Hopelijk kom je snel weer langs. Ik ben ook heel erg benieuwd naar de diss track van Joep terug. Groot applaus voor Soendos El Ahmadi! En tot zover. Kijk voor de andere afleveringen en de korte compilatie vanavond. Zo met beelden van achter de schermen op NPO Start. Jullie bedankt voor het komen. Jij bedankt voor het rappen. En jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond op naar de maan. Hoi! Meer avondshow? Ga naar NPO Start. Meer economisch nieuws? Ga naar RTL Z. Wat? Waarom maken we eigenlijk reclame voor RTL Z? Is dat per se nodig? Nou ja, moeten we het misschien even over hebben dan nog.